2030. Yes, we zijn er bijna. Ladies! Hey. Hey. Nou, wij gingen wat afspreken en dan is het wel niet morgen. Maar nu lopen jullie 17 binnen, heel toevallig zitten we daar ook. Dus dan gaan we het gewoon maar hier doen. Want ik zou het ook wel leuk vinden als jij wat ging zingen. Want dat heeft er helemaal niks mee te maken. Maar jij gaat in een uitverkochte... Carré. Ahoy! En dat is wel gekke werk. Ja, dat is gek, ja. Even heel kort, in de Dire Straits Experience, wat moet ik me daar nou allemaal bij voorstellen? Is dat een stuk van de Dire Straits? Of het is, er is één origineel bandlid, volgens mij de saxofonist, die heeft met de Dire Straits gespeeld. En die heeft dan een coverband. En daarmee spelen ze dus... Maar heb je wel eens van zo'n grote zaal gespeeld? Met je vader samen? Nou, niet met z'n tweetjes. Dus dat wordt wel spannend. Ja, dat geloof ik ook wel. Ja. Maar wanneer is dat? 15 november. Nou, en daar kan dus niemand naartoe, want dat is uitverkocht. Precies. En Larry zit er ook bij. En we zijn hier even voor de popronde. Want ja, zoals ieder jaar is die weer in Middelburg. Yes. Ook in 70. Yes. Maar vertel even in twee, drie minuutjes. Wat zijn de hoogtepunten? Wat kunnen we verwachten? Nou, wat gaat er door jullie heen? Nou, het is maar twee dagen, ik ben echt al super enthousiast. Maar de grootste klap wordt denk ik wel Karel, dat is 77 hier. Wat? Karel? Karel. Dus het is een jongen die springt, laat het zo maar zeggen. Ze noemen hem de Klauterkoning. Ja. Hij maakt een beetje synthesizer, 80's synthesizer muziek. Draait hij over op zijn iPhone en hij zingt er overheen met zijn microfoontje en dan... Ja, hij staat niet zo groot. Dus hij maakt de muziek met zijn iPhone, hoor ik dat goed? Ja. En dat is de klapper van het... Ja, want die gast die heeft zoveel enthousiasme, dat is echt niet normaal. Maar dan word je toch nieuwsgierig en dan komt dan ook de zaak hier niet uit. Maar jullie hebben hoeveel acts en hoeveel podia? We hebben 18 locaties en 27 acts. Ja. Nou, dat is echt wel weer veel. Is de Lange Jan ook weer van de partij? Ja, zeker. Ja. Maar dat is altijd voor een klein gezelschap, want het is vrij snel vol, toch? Ja. Klopt, ja, die is al vol eigenlijk. En daar staat even van Belt, staat daar in Nederlandstalige Sint-Semaiten. Ja, en daar wil ik niet altijd over gekke dingen beginnen, maar ik heb natuurlijk wel iets van het programma voorbij zien schrijven. En ik zag in de herbergen naam, dat heet ook kutjes of nieuw kutjes. Ja, ook kutjes, ja. Maar ook kutjes, wat misschien gaat Facebook het wel blokkeren vanwege de naam van de Het is nog niet gebeurd. Het staat nog allemaal online. Maar wat is ook kutjes? Of wie zijn het? Of, het zijn twee theatrale dames. In schooluniformtjes. Die een soort van non-feministische teksten zingen als feministisch statement. Ja. Ja, dat klinkt interessant. Het is heel theatraal, met dansjes erbij en het ziet er heel grappig uit. Het is een beetje hele foute pop. Maar luister nou, als jullie nou niet in de organisatie zouden zitten, jullie waren gewoon een avond vrij, lekker biertje erbij, zoals nu. Waar gingen jullie dan naartoe aanstaande donderdag? Welke noemen ze allebei twee of drie bands? Beginnen bij jou. Ik ga naar Tahiti. Naar wat? Tahiti. Staat in Le Penseur. Superleuke mensen, die kleden heel het decor aan met allemaal aluminiumfolie en zo. Ik ga veel penseur op de varkensmarkt. Ja. En goeie vraag. Alles. Ik denk ook het koffiepand, nieuwe locatie. Doe ook mee. Oh, leuk. We Tom Abdusan en Edine Man. En de drukkerij is een vervangende act. Want de eerste had afgezegd, maar nu komt er Snowcoat. Dat is ook heel tof. Ik voel me ook altijd een beetje oud omdat ik al die namen niet ken, maar het zijn ook allemaal een beetje beginnende bands toch wel? Klopt, het is helemaal niet raar dat je ze niet kent. Okay. Ik bedoel, voordat we de selectie voor ons neus kregen, kenden wij de meeste van die bands ook niet. Je leert ze kennen door popronden en dan later zie je ze in een fucking Ziggo Dome staan ofzo. Londen, jij hebt vast ook nog namelijk gezegd, die zou ik gaan kijken als ik vrij was. Ik zou sowieso naar Daisy Ducro gaan, die speelt in Desafinado. Americana zangeres, dus een beetje muziek die ik zelf ook maak en heel tof vind. En in Café Babbelaartje hebben we een Ladies of Hip Hop Urban Night. Dus daar komen twee dames. Starlight, dat is een vrouwelijke rapper, die is echt te gek. En daarna speelt Amelie met een beetje urban pop met een grote band erbij. En dat is volgens mij ook echt een feestje. Dus daar ga ik ook mee gaan. En dan nog even voor het overzicht, want het is gratis, het festival. Alles is en het is dus op zoveel locaties. Ja. Maar
als je nou een beetje korte sprinten trekt, hoeveel kan je dan zien? Want, dan kun je dat... 27 zien, ja. Kan je ze allemaal zien? Als je heel snel rent. Ja. Dus waar moeten de mensen kijken om te zien welke sprints ze gaan trekken en waar ze af en toe misschien even wat langer blijven zitten? Alle informatie staat op Facebook. Je kan het Facebook evenement je op aanwezig zetten en dan krijg je alle info zo te zien. En overal op de locaties liggen deze mooie flyertjes, die boekjes. En daar staat, staan alle acts in en zelfs een looproute. Dus dan kan je het helemaal voor jezelf uittekenen. En dan nog een allerlaatste vraag. Ga je ook nog wat zingen die avond? Of, Nee hoor, ik ga alleen maar... alleen maar koekeloeren organiseren. Ja, precies. En hoe is het met die auto die er ooit bij zat? Die heeft het toch overgedragen aan een paar dames, niet? Ja, ik ben benieuwd hoe het met hem gaat. Maar die is wel gewoon van de partij, neem ik aan. Ja, zeker. Hij komt samen met Tony Dierman, komt hij de boek onder opening in de feestval. Kijk, dat is duidelijke taal. Dank jullie wel voor de toelichting. Ja, en een hele fijne avond. Thanks.